Marnix, het zweet nog op het voorhoofd, want je blijft maar bezig deze dag. Ja, natuurlijk. Als je op zo'n trainingskamp bent, dan is het zwaar. Tenminste, je traint 2 keer per dag en je rust veel. En met de zon hier, dan kan je wel zweten. Is dit eigenlijk wel iets voor jou, zo'n trainingskamp? Een aantal jonge jongens vindt het volgens mij erg leuk, maar ik heb het idee dat de oudere garde denkt van het kan mij gestolen worden. Ja, dat is wel zo. Het is leuk, een trainingskamp, maar... Je moet toch van huis en mijn dochter zit thuis, mijn vrouw zit thuis en dan ben je toch een week weg. En dat is wel, wel lastig, ook voor mijn dochter natuurlijk, voor mij is het wel iets minder. Maar de jonge jongens vinden het natuurlijk allemaal prachtig, maar ik loop er toch wel iets vrij lang mee en al veel trainingskampen meegemaakt. Maar ik moet zeggen, als je dan toch een trainingskamp hebt, dan zit je hier uitstekend. Want je komt hier aan niets tekort en het is allemaal perfect geregeld. Ja, je hoeft 's avonds ook niet op stap volgens mij hier. Nou ja, ik ben sowieso niet echt gestappen, maar het is hier allemaal heel erg uitgestorven. Ja, hoe is jouw handicap eigenlijk? Want ik zie alleen maar golfbanen omheen. Ik golf niet. En ik kan er ook geen hout van. Nou, dan maar over het voetbal, want jullie zijn weer begonnen. En dat met het ene doel, lijfsbehoud, hè? Ja, tuurlijk. Daarvoor beleg je natuurlijk ook een trainingskamp. Dat je onder ideale omstandigheden je kunt voorbereiden op het tweede seizoen zelf. En ja, ik denk dat hier kan. Dat wordt... wat goed getraind en we kunnen uitrusten, we hebben goed eten, goed hotel en dat gaat goed. En dan zullen we kijken of we daar in januari, waarin we veel belangrijke wedstrijden hebben, de vruchten kunnen plukken. Ja, en meteen een hele enthousiaste looptrainer zag ik de eerste 2 dagen, want die geeft wel wat energie aan die ploeg. Jawel, dat is wel zo, maar je moet natuurlijk ook niet overdrijven, want het is een loopconditietrainer en die doet zijn werk. En het is niet het leukste onderdeel van het voetbal. En als je het dan iets wat enthousiast kan maken, dan kan het voor voetballers ook nog wel eens werken. Ja, en volgens mij was jij altijd zo'n braaf jongetje vroeger en nog steeds. Maar ik zag je toch vanochtend een beetje smokkelen met die push-ups, hoor. Nee, ik heb niet gesmokkeld bij de push-ups. Want ik had al vanaf dag 1 in de gaten dat hij mij ook in de gaten hield. En ik doe altijd netjes mijn... mijn opdruksessies en mijn buikspiersessies. En dat is ook alleen maar goed voor jezelf. Hij zegt, ik kan spelers nog 20-30% fysiek beter maken. Is dat een beetje grootspraak van hem? Nou ja, dat is wel een hele gewaagde uitspraak natuurlijk. En we moeten het ook maar zien. Want hij is net 2 dagen bij ons. En ik denk niet dat hij al met de jongens heeft gesproken. Tenminste nog niet met mij, wat hij wil of hoe hij het allemaal doet. Dus... het is wel heel snel om dat zo te zeggen en het wordt ook wel heel groot gemaakt, vind ik. Dus ik denk dat er is, maar moet eens maar kijken wat zijn plan van aanpak is en en wie daarin mee wil en wie daarin mee kan en of we dan echt resultaat boeken. Je hebt nog niet het idee dat je de 100 meter straks in 10 seconden loopt? Nee, dat sowieso niet en dat kan niemand mij leren, denk ik, hoor. Dus nee, dat weet ik niet. Het is natuurlijk goed dat zo iemand erbij is. En die heeft natuurlijk specifieke kwaliteiten op het herstelgebied, denk ik. En het conditionele gebied. En daarin is het toch een aanwinst voor ons. Hoe sta jij hier zelf? Want je zult waarschijnlijk ook een gesprek hebben met de trainer deze week. Over jouw eventuele verlenging. Dat weet ik niet. Ik heb daar geen gesprek over en er staat ook nog geen gesprek gepland. Tenminste, niet dat ik weet. Dus dat is voor mij allemaal afwachten. Is dat niet heel vreemd? Man met de status van jou? Nee, dat denk ik niet. Ik denk toch dat je moet ook naar de leeftijd kijken. Ik word eind deze maand ook natuurlijk 34. En dan moet je toch kijken hoe fit ik ben en blijf. En wat de mogelijkheden zijn. Want in voetbal is niks onmogelijk natuurlijk. En de club zal wel komen, denk ik. Tenminste, daar ga ik wel van uit. En ik wil graag voor Go Ahead voetballen. Ja, hoeveel jaar kun je nog mee? Want de eerste seizoen zelf was nog niet je van het van Marnix Scholde. Nou, nee, ik had een beetje een lastig begin en ik kwam er net eigenlijk een beetje in te komen. En toen kreeg ik een vervelende blessure en dat werp je dan toch een beetje terug. En daarom heb ik ook hier te voornemen om hier gewoon topfit te raken. En dat we gewoon in januari gewoon goed voor de dag komen, ook ik zelf. En dat gaat de eerste 2 dagen gaat dat prima. En alleen je kunt een blessure niet tegenhouden. Hè? En dan dat is soms niet te voorkomen. En dan word je weer even teruggeworpen. Maar ik heb er nu alle vertrouwen in dat goed gaat komen. Twijfel je zelf wel eens over je toekomst? Moet ik misschien wel stoppen? Jawel, daar denk ik wel eens over na.
is natuurlijk ook een tijd na het voetbal. En ja, het lichaam die protesteert natuurlijk ook wel eens, omdat je ouder wordt. En het is natuurlijk allemaal heel intensief en je hebt natuurlijk al 16, 17 jaar op zitten. En je wilt niet eindigen van dat je straks je ene been niet meer voor je andere kan krijgen. Dus ja, ik denk wel over mijn toekomst na. Of je dan iets, dat je moet stoppen. Maar ja, ik vind het voetbal nog geweldig. En ja, Ronald Hamming die zei altijd tegen mij, die heb ik mee gespeeld bij Veendam, die zei altijd tegen mij, je moet zo lang mogelijk voetballen zoals je kan. Want dat is gewoon geweldig. En dat merk ik nu ook altijd dat ik ouder word. Dat gewoon het mooiste is wat er is. Ja, je hoort wel eens wat supporters die zeggen, Manny Scholder is over de heel. Word je daar nog door beïnvloed? Nee. Laat je niet de gek maken? Nee joh, dat heb ik in mijn hele carrière heb ik dat meegemaakt. Dat sommige mensen die vinden je een goede voetballer en andere mensen vinden je een minder goede voetballer. En als je daaraan stoort, dan kun je op je 18 al wel opbouwen. Want dan had ik niet zo lang gevoetbald. Ja, maar doe dat echt niet een beetje ook voor de bühne? Want ik kan me voorstellen dat je af en toe wel eens gekrenkt raakt. Ook door het feit dat misschien de club nog niet bij je is gekomen. Nee, dat zeker niet. Dat heb ik nog geen seconde druk om gemaakt. En dat mensen dat doen, dat geeft je alleen maar een positieve boost om het ongelijk van die mensen te laten zien. En ik denk dat ik dat ook al gedaan heb vorig jaar. Dat niemand had verwacht dat Go Ahead met mij in de Eredivisie zou blijven. Ja, en dat je dan zo'n goed seizoen draait, dat niemand verwacht. Ja, dat is ook mooi om te zien. Ik maak jullie nou 2 dagen mee dat jij er wel veel voor doet. Er zijn meer spelers die hier nog even wat extra doen in de gym, maar je zat er wel als eerste. Ja, dat komt omdat ik eerst in het busje zat van het veld af. En die jongens die trappen nog wat na op het veld. Maar je moet gewoon investeren. En dat is mij ook wel duidelijk geworden na de hand. Of alsmaar dat mijn carrière vorderde. Ja, dat het toch niet alleen is die uurtjes die je traint, maar toch ook de uurtjes zijn die je in jezelf investeert. En die kunnen net het verschil maken. Ja. Hoe zie je jezelf, want Gerald Cibon bijvoorbeeld is ook zo'n spits die op latere leeftijd nog van hele grote waarde was. En misschien wel een soortzelfde type was als jij? Nou ja, ik weet niet of ik me daarmee kan vergelijken, maar nee, ik qua slimheid en qua ervaring... merk ik wel dat het veel makkelijker is. Je herkent situaties makkelijker en dat was in het verleden niet zo. En daar kun je dan meer op vertrouwen. En je weet wel dat je techniek hebt en dat je een balletje kunt vasthouden en dat je een balletje kunt kaatsen. En als je dat er dan ook nog bij hebt, die intuïtie waar je moet staan of hoe een verdediger beweegt, hoe een aanvaller beweegt, kun je daar je voordeel mee halen. Ja, ligt je voorkeur wel in Deventer? Want ik kan me ook voorstellen dat je nog misschien een keer ergens anders wil kijken. De selectie is hier wat jonger geworden, leeftijdsverschil is wat groter. Is het ook wat minder leuk dan vorig jaar bijvoorbeeld? Kan ik me zo voorstellen. Nee hoor, nee? Daar confronteren veel mensen mij mee uit de media. Maar ik heb geen idee waar dat wegkomt. Want ik heb het leeftijdsverschil, dat maakt mij niet uit. Ik ben heel makkelijk, ook in de omgang met iedereen. Ik kan met iedereen. En dat kan ik al mijn hele carrière. En het maakt mij niet uit. Toen ik begon was Joop Gaal was 35 en ik was 17. Dus ik kon mijn vader zijn, Henny Meijer. Ja, en nu heb je jongens die 17 zijn en ik ben 33. Dus dat is voor mij helemaal geen probleem. Dus ik weet ook niet waar dat wegkomt. Maar op je vraag terugkomen, dan kan dat natuurlijk ook ergens anders liggen. Als er wat, wat leuks voorbij komt. Je weet het niet in de voetballerij. En dat is... dat is alleen maar leuk. Nou, ik vroeg het me gewoon af. Generatie geloof ik. Denk, misschien heeft Manny Scholder misschien meer moeite met FIFA of zo. Nee. Op de hotelkamer spelen ze ook FIFA. Dus maakt mij niet uit. Ik heb het wel eens gedaan, maar ik doe daar niet aan mee. Ik besteed mijn tijd wel anders. Nou ja, in ieder geval nog de komende maanden hier in Deventer. En dan is de voornaamste taak dat jullie je handhaven. En dan denk ik dat de eerste weken heel belangrijk gaan worden. Want dan tref je meteen de concurrenten. Ja. Maar ja, dat hebben we ook voor het seizoen gezegd. Ja. En toen is het eigenlijk, een deceptie is een heel groot woord natuurlijk, maar daar hadden we veel meer van verwacht. Dus daar moet je dan lering uit trekken en daar moet je hopen en voor waken dat dat niet weer gebeurt. En dat we gewoon meer punten pakken en dat we direct eigenlijk een beetje richting die middenmoot klimmen. En dat we niet steeds rond die 14e, 15e, 16e, 17e plek blijven bungelen, want dan komt de druk erop en dan moet je. En dat hadden we vorig jaar steeds niet, pakten we op het goede moment... steeds een overwinning. Ja, en het zou dan ook een nieuwe situatie voor ons zijn. En met een jonge groep en weinig ervaring, dan
is dat in mijn afwachten hoe je daarmee omgaat. Ja, want dit jaar lijkt het me niet erg raadzaam om de nacompetitie in te gaan met clubs als Roda, NEC. Nee, natuurlijk niet. Dat, ja, daar wil je sowieso niet in belanden, want je hebt het aan ons gezien dat wij VVV uitschakelden. De Jupiler League Club die gaat er natuurlijk gebrand in. En ja, wij hebben natuurlijk alles te verliezen en dan komt er nog meer druk op. Ja, en dat kun je beter gewoon voorkomen. Volgens mij moet je naar het diner. Ja, nou ja, ik heb nog wel tijd hoor. Dus we kunnen nog even doorgaan. Ja. Moet ik nog wat toevoegen of niet? Nee hoor. Ik ga zo lekker douchen en dan ja, gaan we lekker eten.